En dat is ook zo, want ik vind het ook irritant. Ik kan daar echt heel slecht tegen. Nee, maar we zijn een beetje aan het brainstormen over... We willen misschien een vet event organiseren. Bezig in mijn... Ik weet niet, ik zit de laatste tijd heel erg in mijn hoofd. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga gelijk de auto in, want ik ga richting Haarlem om te sporten. En vandaag gaat Niek een keertje mee, jongens. Maar ik werd vanochtend ook wakker. En ik keek op mijn voorhoofd. Kijk, weet ik niet of jullie het zien, maar ik heb hier een... Een puisje. Lijkt net of ik zo'n Boeddha-stip heb. Maar goed, het maakt ook allemaal niet uit. Ik ga mijn sleutels pakken en dan ga ik lekker naar beneden. En dan ga ik de auto in. Zo, jongens, kijk hem shine, hé. Kijk hem shine, hé. En dat komt door onze grote vriend. De zon. Want hij schijnt weer volop vandaag, jongens. Potjandori, wat een dag. Dag 3 dat mijn cadeau hier staat. En me zit aan te kijken van, hey, maak me open en wat zit erin. Ik ben echt benieuwd, Puur omdat Niek het ook gewoon, hij kent mij zo goed, dat hij denkt, ik ga het gewoon hier neerzetten, omdat dat vindt het irritant. En dat is ook zo, want ik vind het ook irritant, ik kan daar echt heel slecht tegen. Maar goed, nu ga ik wel de auto in. Daar zijn we, in het mooie, zonnige Haarlem. Wat gezellig! Nou, gezellig. Het is echt lang geleden dat jij een keertje mee bent gaan sporten. Als jij nu bij de hand gaat lopen nu. Ja, dat vind ik ook. Ik ben zoet gedaan voor de mensen helpen, hè? Zonder te trainen. Wil je het resultaat zien? Je moet je dek houden. Hij is een loser, man. Je moet eens kijken, man. Er is één grote schaduwplek, die foto. Ik ben zoet gedaan voor de mensen helpen. Ja, echt, hè? Ze hadden gewoon iets beters. Kijk dan, hier. Kijk, wat een foto. Er zit alsof je geen lichaam hebt. Geen zwarte foto, de zwarte lijn. Je ziet toch niks? Je ziet helemaal niks. Precies, dat is toch juist goed? Ja. Nou, jongens, we gaan maar even lekker trainen. Man, kijk je zo moeilijk. Waarom ik zo moeilijk keek? Ja. Kijk, ik vond het gewoon mooi. Indrukwekkend. Nu ben jij. Oh. Dat was hem weer. Dat is mijn standaard uitspraak. Als ik hier naar buiten kom, dan zeg ik, dat was hem weer. Ja, waarom? Nou, gewoon omdat het hem er ook weer was. We gaan even lekker een broodje halen, jongens. Dus richting Josie's. Oh. Daar. Oh, jongens, wat een dag. Ik zei het gisteren ook tegen Wim. En trouwens, ik zeg het bijna elke week tegen jullie. Maar ik kan dus zeg maar, als het lekker weer is. Zeg maar, ik heb heel erg dat als het lekker weer is, dan kan ik zeg maar zo erg genieten van mijn dag. Dan ben ik gewoon echt oprecht een stuk vrolijker en blijer en energieker. Oh, lekker hè. Lekker een broodje. Hoe denk je dat ik eruit zie als jij die lens zo dicht in mijn gezicht doet? Gewoon prima. Lekker broodje kip, jongens. Nee, kan je misschien ophouden? We zijn hier heel druk bezig. Brainstormen! Wij zijn eventjes lekker een beetje aan het brainstormen, want wij willen misschien iets leuks gaan organiseren. Waar ik het al eerder over heb gehad. Maar... Ik wil geen emotie tonen. Ik ga deze antwoorden niet bevragen. Nee, maar we zijn een beetje aan het brainstormen over... Over verschillende dingetjes. Wat ik al eerder een keer had aangegeven is dat Niek, ik en Ruup... gewoon misschien wel leuke dingetjes willen plannen. We willen misschien een vet event organiseren. Maar ook nog een bedrijfje beginnen misschien. Maar daar gaan we het allemaal later over hebben. Maar we zijn nu eventjes lekker aan het brainstormen. Och, jongens, kijk eens even. Een heerlijk avondzonnetje. Potjandori, wat een dag, hé. Ik zit weer in de auto onderweg naar huis. En ik ben eigenlijk de hele dag met mijn pa op kantoor geweest. Omdat we lekker een beetje aan het brainstormen waren over... Over een heel leuk event dat we willen gaan organiseren met z'n drieën. Dus ik ga jullie binnenkort daar meer over vertellen. Maar als het goed is, krijg ik vanavond de allereerste versie van de mix en master van wat is er gebeurd, jongens. Oeh, en ik kan er echt niet op wachten. Dus als ik hem straks heb, jongens, dan ga ik hem even van jullie laten horen. Kijk de andere kant. Ik stond hier toen ik weer GTST speelde, stond ik hier elke dag ongeveer in. Maar dit gaat al de hele tijd door, al vanaf Haarlem. En we zijn nu al bijna in Amstelveen. En het staat gewoon helemaal vast. Holy shit. Als er één ding is die ik echt niet leuk vind, dan is het wel in de file staan. Ik kan daar gewoon niet tegen. Ik vind het zo niet nice. Maar goed, dit is een stuk beter deze kant op. Ik had niet te vroeg moeten juichen, jongens. Potjandori. Nu sta ik er zelf in. Verdomme. Ik dacht, ik ga vandaag eventjes voor mezelf koken. Maar hier bij de FOMAR hebben ze echt helemaal niks.
Ik wil eigenlijk ook courgettes en dan ga ik weer kiprijst en groenten maken. Alleen ze hebben alleen paprika's. Geen courgette of zo, dus dat wordt lastig. Ik ga het lekker makkelijk houden, jongens. Hamburgers, spruiten en aardappels. Ik ben trots op mezelf. Lekker hamburgertjes, aardappels en spruitjes. Een lekkere en gezonde maaltijd, jongens. Een AVG'tje. Een lekker Nederlands AVG'tje. Kijk eens eventjes wat een gezond maaltje. Hey, spruitjes, aardappels en lekker twee hamburgertjes. Oeh, ik ga even lekker wat kijken. Ik moet eigenlijk echt vaker voor mezelf gaan koken. Want en het is veel goedkoper om gewoon zelf te koken. En het is gezonder. Want als ik bijvoorbeeld nu weer wat had besteld, was het of sushi. En sushi is ook eigenlijk niet altijd gezond. Door die suiker, rijst en die saus die erbij zitten. En pasta is ook niet bepaald gezond. En ik wil zeg maar wel een beetje nog gezond blijven doen. Want ik heb de laatste tijd echt heel ongezond gedaan weer. Met allemaal ijs en dat soort dingen. En dan voel ik me toch altijd weer schuldig. Helemaal als ik zeg maar 2 maanden lang gewoon helemaal strak ben gegaan. Echt heb opgelet tot de max. En dat je dan weer volledig los gaat zeg maar. Dat voelt dan wel ja, kut of zo. Dus vandaar dat ik nu dacht ik ga even lekker koken. Alleen die mayonaise erbij is eigenlijk is niet zo goed eigenlijk. Maar goed. Ja. Oh, jongens, ik lig lekker in mijn bedje. Gewoon een beetje op mijn laptop een beetje te kloten. Maar het blijft altijd zo lekker als ik mijn raam heb openstaan. Dat je gewoon zo lekker naar buiten kan kijken. En je ziet die lampjes. Ja. Ja, ik zeg het echt. Ik zeg het de laatste tijd trouwens echt vaak. Dat ik echt aan het genieten ben van. Of nou ja. Ja, ook genieten. Maar ook gewoon heel erg aan het beseffen ben. Wat ik allemaal heb. Ik weet niet waarom dat opeens is. Maar ik weet niet. Ik heb de laatste tijd heel erg dat ik heel erg. Bezig in mijn hoofd. Ik weet niet. Ik zit de laatste tijd heel erg in mijn hoofd. En ik denk over heel veel dingen na. En misschien soms ook wel een beetje aan het overdenken over verschillende dingen. Maar daardoor zeg ik ook de laatste tijd heel vaak hoe ik me voel. En ook gewoon dat ik inderdaad over dit soort dingen gewoon kan nadenken. En dat ik gewoon kan genieten van in mijn bed liggen. En gewoon lekker naar buiten kijken. En daar gewoon ja, dankbaar voor zijn of zo. Ik had het laatst met Nick over. Toen zeiden we van, ja, weet je wel, wat, kijk, wat wij doen, dat zoals YouTube en acteren en dat soort dingen. Het is allemaal best wel. Kijk, natuurlijk, wij vinden het super leuk wat we doen. En dat is ook de reden misschien waarom we op een bepaald level zijn gekomen waar we nu zijn. Maar alsnog blijft het een best wel onzekere wereld waarin we niet weten wat het gaat brengen, wat er kan gaan veranderen. En soms is dat heel moeilijk om over na te denken. En als je daarover te gaat. En als je zeg maar daar te veel gaat overdenken over dat onderwerp. Dan kan je daar soms ook helemaal gek van worden. Maar toen zeiden we tegen elkaar van kijk nou eigenlijk wat we hebben. Ik woon mooi. Niek woont mooi. Niek heeft een auto. Ik heb een auto. We kunnen gewoon onze huur betalen. Hij is een hypotheek. Dus zeg maar wat wil je nog meer? Zeg maar alles wat we kunnen. In principe bijna alles doen wat we willen. We hebben heel veel vrije tijd door wat we doen. Niek is natuurlijk ook heel veel aan het presenteren en zo. Weet je wel. En ook veel met Instagram bezig. Dat soort dingetjes. En ik bijvoorbeeld heel veel meer met YouTube. Maar toch hebben wij zoveel tijd die wij zelf kunnen inplannen. En helemaal met vloggen. Alles wat ik voor mezelf doe is ook gelijk soort van eigenlijk mijn werk. Omdat ik alles ook met jullie deel. Dus ja, we hadden eigenlijk gewoon een besefmomentje dat we het hartstikke goed hebben. En dat is goed om soms eventjes bij stil te staan, jongens. Dus ja, ik weet niet. Ik wil dat gewoon even zeggen. Zoals jullie weten was ik laatst in de studio. En Zino was er ook bij om wat vette backstage beelden te maken. En hier is een klein voorproefje, jongens. Hij heeft het is wel echt dik geworden. Ik ben Vincent. Oh, wacht. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Je komt iets of iemand tussen. Wat is er gebeurd? Deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, dus goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Het is gewoon een heel klein shotje voor bijvoorbeeld op TikTok of bijvoorbeeld Instagram Reels. Alleen, ja, gewoon alles wat Sino maakt ziet er gewoon altijd gewoon fucking dik uit. Hij heeft ook een bepaalde preset volgens mij die er overheen gooit dat het echt helemaal vette kleuren heeft en zo. Maar ik dit heb ik ook zo vaak gezegd, maar ik kan niet wachten om het met jullie te gaan delen, jongens. En het komt steeds dichterbij. Het nummer zit nu in de mix en master, zoals ik al zei. Ik heb hem nog niet binnen, dus ik kan het ook niet aan jullie laten horen nog. Er is iemand bezig met de clip. Die is nu aan het bedenken hoe we de clip gaan maken. En hoe het allemaal gaat gebeuren. En wat de verhaallijn is. En al die dingen. Dus jongens, het komt dichterbij. Het is momenteel 12:30. Ik moet een beetje stil zijn. Want Willem en Danique liggen hier te slapen. Maar ik heb zojuist de master binnengekregen. De eerste versie van wat is er gebeurd.
Dus die ga ik eventjes luisteren. En dan ga ik hem morgen in de auto aan jullie laten horen, jongens. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen om 6 uur gewoon weer bij een nieuwe. Later.